Ik wil die hele ruimte hier vullen met ballon. Hoe gaan we doen? Zou de tie even anders handig zijn? Kijk eens. Echt. Ik heb een record gezien dat is groter dan dit. Het is weer tijd voor een poging doen tot een record. Ja. En dit keer het opblazen van, misschien had je het al gezien, een ballon. Een ballon. Ik wil die hele ruimte hier vullen met ballon. Hoe gaan we doen? Zou een tie-up anders handig zijn? Kijk eens wat het doet. Tuurlijk, kijk. Blow it away. Hoi! Wat een enorm ding, hè? Oh, dit kan niet, man. Wat heb je de scheid? Oh, wat een ding. Weg ermee! Hebben we er nog één? Ik heb nog één maatje groter zelfs. Wat is dit, joh? Dit voelt ook al heel anders. Wow, deze is groot! Poging nummer 2 in het record ballon opblazen. Oh, oh. Ik heb een mobiel. Pas op daar, pas op daar. Hi. Hij was best groot. Ik verslikte me helemaal. Het was de bedoeling dat ik een record zou vestigen. Dat wou ik net zeggen. Is mij dat gelukt? Sowieso. Ik vond hem, ik weet niet wat het record was, maar ik vond hem belachelijk groot. Sowieso. Ik heb er best wel moeilijk mee. Ik ook. Toch? Thomas is wij zijn altijd positief, maar ja. Thomas is gewoon heel... Die is heet met zijn hoofd bij andere dingen, bij zijn moeder. Gevoelig is die. En daarom hebben wij iets bedacht, dat heet typen met Thomas. En daarbij moet Thomas een brief naar zijn moeder typen in de meest gekke situaties. Naar Betty. We hebben weer iets bedacht. Kom even. Ga even in het midden staan, man. Heel lekker pakje aan, jongen. Ja, goed. Hè? Is wel thuis meegenomen. Ja, kun je daar een beetje huilen in, in dat ding? Ja. Leuk. Hey, We hebben een uitdaging voor je. Achter ons is een gigantisch parcours. Wij gaan in onze caravan zitten. Ja. En wij proberen jou te raken met deze paintball gun. Ja. Je begint achterin. Als je de ton aanraakt, ben je vrij. Succes, jongen. Dank je. 3, 2, 1, go! Laat hem maar komen. Hij zit daar achterin. Vergeet je hier een beetje brief? Je moet naar die ton. Vol op mijn oor, man. Oké, To. Laat eens even zien, jongen. Je bent echt... Het zit ook op je kont hier. Deed het pijn? Wel respect, To. Doet het pijn? Ja. Ja? Oké. Ja, vooral als je me op mijn oor raakt. Hij is ook een beetje rood. Oh, hij heeft een beetje bloed ook. Maar het belangrijkste... Hoe is het met de brief? Komt-ie. Betty, deze is voor jou. Lieve mams. Ben jij? Je raadt nooit hoe de zaken er nu voor staan. Ja? Of ik ga dood, of ik word oorlogsveteraan. Groetjes van je lieve Toompie. Toompie? Nou, lekker gewerkt, hè? Au! Pakkers! Pakkers! Nee, hey, goos, ik sta hier, mag ik? Zo, dat is een opdrachtje. Toch? Oh, ja. Lekker. Oké, jongens.
Daar gaan we. Het gaat worden, opdracht. Bouw een mini-golfparcours. Okay. Wie heeft de meeste punten? Nee. Haar verven. Nee, gozer, wat is dit nou weer? Oh shit, welke kleur? Ja, dan mag jij kiezen, To, want jij zal het wel weer gaan worden, denk ik. Toch? Verven. Oké, okay. Echt geen zin in. Lekker blond. Ja. Ik ben best mooi bij jou, toch? Laten we maar beginnen. Ja, beginnen. Ik heb nog nooit in mijn leven gegolfd. Nee? Nee, man. Gozer, we kunnen ook gewoon deze als hol gebruiken. Roelof! Nee! Met schans. Een schansje! Ja, man. Ja, en we kunnen ook, weet je wat ook vet is, altijd een mini-golf. Als je echt zeg maar zo eentje hebt dat die weer terugrolt, dan duurt het echt 438 slagen voordat je hem hebt. Dit gaat zo mooi, hoor. Kijk of hij het doet. Ja, hij doet het. Oh. Lekker drop. Hier? Ja. Nee, lekker gedaan, hè? Super. Ik zie dat jullie een band hebben. Jongen, jongen, jongen. Moeten we met de baan schroeven? Ik vind hem mooier dan ik dacht. Oh ja, niet verkeerd. Niet? Ja, ik ook. Even onze golfoutfit aan. Ja, nou, dat is wel goed dat ik dat heb. Je zat te pokken en lopen naar de hol, hè? Naar de hol. Jeetje. Toch? Wat en lopen, joh. Waar is een autootje als je hem nodig hebt? Goh, het zonnetje gaat spontaan schijnen als wij naar buiten komen. We gaan 1, 2, 3, 4 hols lopen. Degene met de minste slagen die wint. Ja, nee. Maar degene met de meeste slagen... Die verliest en daar gaat het om. Let's go dan. Ja, lekker man. Meet me up, I okay. It's going down. Gozer. Hol 1. Slag 1. Slag 1. Ja, mis. Oh. Hoppa. Oh. Hey. Holy man. Let op de vrouw, kinderen. In 2. Nee, kom op. Hij vindt het zo niet leuk, hè? Als ik ja! Oh! Oh! Onder de 1. Ja, goed keurig gedaan, hoor. Slag 1. Oh! Bijna. Oeh! Thomas. Oeh! Goos! Bijna. Oh. Slag 13. Slag 14. Oh, die was er toch bijna, hè? Dat is bijna. Oh! Wat? Slag 8. Dit wordt slag 8. Schrijf maar alvast op. Slag 9. Hoezo? Ja. Zei ik het weer? Oké. Nee! Ja, niet waar! Piet GVB. Piet, wat een slag. Par. Ik heb birdie. Hij heeft iets wat gevonden, hoor. Ik heb birdie. Hij heeft iets gevonden waar hij goed in is. Ik heb eindelijk iets gevonden waar ik goed in ben. Zullen we even tellen? Oh, ga jij dat doen? Nee, wacht. Nummer 2 is geworden. Waarom begin je bij nummer 2? Waar slaat dat nou op? Omdat het dan spannender is wie wint of ja, nummer 2 is geworden. Doe jij het anders even? Nee, hier. Ik bedoel... Nummer 2 is geworden. Kwapjan. Hey, Kwapjan. Toch tweede. Nummer 2. En nummer 1 is geworden. Je zal het niet geloven. Vincent. Hey. Wow. Super goed poortje gedaan. Dank u wel. Dan gaan we nu naar hol 19. Dat is haar verven met Lof. Ja. Wordt leuk. Weet je wat ik altijd al een keer tegen een kapper had willen zeggen? Doe maar wat. Ja? Doe maar wat. Oh, pak even de tondeuze dan. Weet je zeker? Dit wordt mooi, hoor. Kijk even bovenop hier. Ik heb gehoord dat dit 4 weken blijft zitten. Doe het baadje groen. Ja, baadje groen. Dank je. Zo blij dat ik die looping in één keer. Ben je er klaar voor? Voor jezelf. Oompa, loompa, doepa, die, doep. In welk opzicht heeft dit te maken met haar verf? Ja.